Hallo, welkom bij de uitleg van het Zaans Omgevingsplan. Het Omgevingsplan is een nieuw instrument onder de Omgevingswet. Het is best ingewikkeld, maar biedt ook veel kansen. Het Omgevingsplan vervangt de vele bestemmingsplannen, beheersverordening en gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving. Straks kun je per perceel kijken wat er allemaal kan en mag. Je ziet meteen of je een vergunning nodig hebt om bijvoorbeeld te mogen bouwen of een boom te kappen. Of wellicht een terras op je stoep te zetten. Beleid dat uw raad vastlegt in de omgevingsvisie vormt de basis voor het omgevingsplan. Het mooie van het omgevingsplan is dat er ook nieuwe onderwerpen in kunnen worden opgenomen. Onderwerpen gelinkt aan gezondheid of kansengelijkheid. Maar ook aan duurzaamheid of aan klimaatadaptatie. Wat gebeurt er op 1 januari 2022? Na 1 januari 2022 krijgen we van rechtswegen een tijdelijk omgevingsplan. In dit plan zijn de huidige plannen opgenomen, plus de regels die het Rijk aan de gemeente overdraagt. We hebben tot 1 januari 2029 de tijd om alle plannen of gebieden om te zetten naar het nieuwe Zaanse omgevingsplan. Het plan komt tot stand met inbreng van inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en onze ketenpartners. De regels vormen de basis voor het verlenen van vergunningen. Ook de regels uit de door u vastgestelde verordening fysieke leefomgeving komen uiteindelijk in het Zaans omgevingsplan terecht. We gaan gebied voor gebied omzetten. Uiteindelijk is het één Zaans omgevingsplan. Het omgevingsplan is dynamisch en kan worden gewijzigd als er vanuit maatschappelijke opgaven behoefte aan is. Vanaf 1 januari 2022 is er dus een tijdelijk omgevingsplan. We maken nu eerst voor het nieuwe deel een handboek met de structuur en de standaardregels voor het Zaans omgevingsplan. Per gebied maken we een omgevingsplan. We beginnen met de woonwijken die al af zijn. Naast de algemene gebiedsgerichte aanpak is er ook altijd ruimte voor de specifieke gebiedsontwikkelingen. Voor zover we het nu kunnen overzien, bieden wij u in de komende tijd de volgende producten aan. Bedankt voor uw aandacht. In het komende fysiek carré zullen wij nog verder ingaan op de gevolgen van het omgevingsplan. Voor vragen kunt u altijd terecht bij de afdeling Omgevingsplannen.